Lijkt wel een rugby scrum. Meijer kopt, ja, redding wordt er zo nodig. Ja, hij viel toch op het hoofd van de Nederlander. Nu minder met een sprintje. Kraakt het er voorbij. Hij staat er helemaal alleen voor. Nu links komt Dalker, maar die heeft hij niet gezien. Hij heeft hem misschien niet nodig. En dan ligt hem erin. Wat een inspanning. Wat een inspanning van Alan Minda. Tussen 3-4 spelers van Club Brugge. De kleinste van het pak. 1,52 meter of zo. En hij keek alleen maar naar het doel. En oké, de laatste man kon dat niet meer natuurlijk, wat daarvoor al nog wel kon. Begon hiermee natuurlijk met die corner en die goede kopkans voor Meijer. En dan zet hij aan. En hier willen ze de fout nog niet maken. Daar had het nog gekund. Uiteindelijk niet meer natuurlijk. Ja, als je hier de laatste bent, dan moet je eraf blijven. Maar hij trapt hem fantastisch binnen. Wat een individuele rush van Alan Minda. Skoffelsen was nog de man die als laatste probeerde om dat te beletten. Competitiedoelpunt nummer 5 van Minda. Ja, die stuitert nog over de arm. Dus nog geholpen door het veld. Want de arm van Mignolet was er wel om die tegen te houden. En hij botst erover. Nou, ja, dat die pech heb je dan als doelman. Zo, zo.